Omnibus. 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 Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Omnibus. Van 2010 werd het voor bedrijven in de meeste gevallen verboden om klanten nog ongevraagd te bellen. Dat was ook een plaag geworden in de periode daarvoor, met name omdat mensen vaak rond etenstijd gebeld werden. In de periode daarna nam als gevolg van die maatregel het aantal verkopers dat aan de huisdeur belde sterk toe. Omdat het wat al te vaak gebeurde, heb ik, met grote letters geprint, een briefje op mijn voordeur gehangen. En dat ging als volgt. Dan worden we niet meer rond etenstijd aan de telefoon lastig gevallen, staan dat soort foute types ineens zeer regelmatig rond datzelfde tijdstip bij mij aan de deur te bellen. Ik kan u vertellen, als u geen grote mond wilt, dat u beter een paar deuren verder kan gaan. Als u wel graag een grote mond wilt, bel dan gerust aan, want zo kom ik ook weer van een stukje frustratie af. Wanneer u echter denkt dat ik geïnteresseerd ben in een nieuwe energiemaatschappij, een lening, een restaurantbon, in God, of iets dat ik bij de DSB-bank wil ondernemen, nou ja, u ziet zelf wat daarvan komt. Maar zonder gekheid, het is heel eenvoudig om een klein beetje van uw en mijn kostbare tijd te sparen. Bel niet aan. Ik garandeer u van tevoren, ik heb geen interesse. Oh ja, en aan enquêtes doe ik ook niet mee. Nou ja, één keer per jaar met Sinterklaas misschien als de hele familie loodjes trekt. Of is dat nog geen enquête? Hoe dan ook, vertrek, ga weg, bel niet. Op slechte dagen sta ik mensen als u aan de deur uiterst kort te woord met slechts 3 woorden. Nee, nee, nee. Wanneer ik echter mijn dag heb, dan ga ik alsnog uiterst geanimeerd met u in discussie. Ik toon interesse in uw product waarbij ik oprecht overkom. Dat kan ik goed. Ik vraag waarschijnlijk belangstellend naar uw thuisfront. Laat u desnoods uw hele catalogus uitleggen en vraag dan ook naar een contract. Maar net als u dan na 2 of misschien 3 uur praten eindelijk denkt uw slag te kunnen slaan, vertel ik naar waarheid dat ik hoegenaamd niet over enig te besteden geld beschik en zoiets ook niet op termijn van 3 of wellicht zelfs 5 jaar naar nu te verwachten heb. Neem dus het zekere voor het onzekere en ga ter bescherming van uw eigen dure tijd niet met mij in discussie. Aan de telefoon kondigde ik bij gesprekken als u met mij wilt hebben van tevoren altijd netjes aan dat ik het gesprek opnam. Door de ervaring wijs geworden hoef ik dan niet achteraf te soebatten om een opname waarop een bevestiging van mij zou staan om vervolgens een gemanipuleerd bestandje te ontvangen met slechts een heel klein gedeelte van wat gezegd is. Gek is wel dat na zo'n aankondiging van mij de meeste mensen die mij voor 1 oktober belden en eens heel snel de interesse in een verder gesprek kwijtraakten. Aan de deur zoek ik nog naar een soortgelijke oplossing. Vooruitlopend op een definitieve aanpak heb ik echter alvast achter mijn voordeur een soort van webcam gemonteerd. Samen met een goede microfoon, die beide altijd aanstaan en alles opnemen. Wanneer u dus toch aanbelt, wil ik u vragen, als u tenminste een beetje florissant in beeld wil komen, om alvast uw beste glimlach op te zetten. Strijk voordat u de belknop beroert ook even de kleren in de plooi en doe de haren uit uw gezicht, als ze daar tenminste naartoe gewaaid zijn. Enfin, een hele hoop woorden dus, terwijl ik eigenlijk alleen maar 1 ding wil zeggen. Als u niet iemand bent die ik heel goed ken, of die op afspraak komt, of zelfs persoonlijk door mij is uitgenodigd, hoepel op! Een stukje historie van de mobiele telefoon. De tekst is deels geschreven, deels geïmproviseerd. Ik had zelf mijn eerste mobiele telefoon, mijn eerste GSM, in 1997 of 98. Ik moet nu zeggen dat ik even twijfel, maar het was wel in die tijd. Duur toen nog met een abonnement. En je moest je paspoort meenemen. Later kon je gewoon een simkaart krijgen. Het openbaar landelijk net, voor wie zich dat nog herinnert, voor de zendamateurs, dat was op 85 megahertz. Het was Simplex, het was een mobiele telefoonnet. En mensen zeiden aan de telefoon ook over. Het was eigenlijk wel een voorloper van de mobiele telefoons. Het was een landelijk dekkend netwerk vanaf 1951. En er werden 35 vaste opstelpunten gebruikt voor die landelijke dekking. Het netwerk werd beheerd door PTT. En bijzonder is dat een deel ervan tijdens de watersnoodramp bleef werken. En dat daar goed gebruik van is gemaakt bij het reddingswerk. Dit netwerk, het werd bijvoorbeeld gebruikt door sommige huisartsen, werkte van 1949 tot 1986. Het systeem werkte, zoals de telefoon vroeger, ook met een telefoniste die de gebruiker doorverbond. De gesprekken net onder de frequenties van de hoofdbureaus van het mobielefoonverkeer van de politie onderaan de FM-band kon gewoon worden afgeluisterd door bijvoorbeeld je radio intern te verstemmen of in later jaren op een politiescanner. Semafoons net boven de politiefrequenties, net onder de laagste frequentie van de FM-band. Ik heb de jaartallen daar niet van uitgezocht, maar dat overlapt enigszins dat mobiele telefoonnet. De gebruiker die kreeg bij zo'n semafoon enkele lichtjes te zien, afhankelijk van wat de beller vooraf had gekozen bij het draaien van het nummer. En over die lichtjes konden afspraken worden gemaakt wat zo'n lichtje of een combinatie daarvan betekende. Dit was een voorloper van de latere populaire pagers die daadwerkelijk tekstberichten konden doorgeven. Beide systemen, de semafoon en de mobiele telefoon, waren erg duur. Ze waren vooral voor beroepsdoeleinden in gebruik. De semafoons werden gebruikt door onder andere monteurs en ook door artsen die oproepdienst hadden. Het waren zware apparaten, vooral in de jaren 60, die je aan een handgreep vervoerde, met name in het begin.
De eerste zogenaamde autotelefoons kwamen vanaf maart 1980, toen het ATF1-netwerk in gebruik werd genomen. Dit waren grote apparaten ook, waarbij het zendgedeelte vaak in de kofferbak werd gemonteerd en een bedieningsconsole bij de bestuurder. Dit systeem werkte in de 150 MHz band, een band waar bijvoorbeeld ook taxis in die tijd communiceerden. Wikipedia schrijft over dit netwerk. In Oostenrijk, Luxemburg en West-Duitsland was het systeem al eerder in gebruik en het Nederlandse telefoonbedrijf maakte dan ook gebruik van de Oostenrijkse ervaringen. Dat viel tegen. Het bleek dat de Nederlandse gebruikers veel spraakzamer waren dan de Oostenrijkers, waardoor het systeem spoedig overbelast was. Ja, in het begin waren er drie regio's die elk hun eigen netnummer hadden. 02931, 02932 en 02933. Later werden die nummers vervangen door nummers met 06. Maar die indeling van regionale netwerken die bleef. Bij dit netwerk moest je dus weten in welk gedeelte van het land zich de persoon bevond die je wilde bellen. Want dat voorkeuzenummer moest je gebruiken. In 1985 ging ATF2 van start. Dat was een netwerk in de 450 MHz band in de UHF. Het systeem had aanvankelijk ruimte voor 15.000 abonnees, later werd het uitgebreid naar 32.000. Die uitbreiding was mogelijk door zowel het aantal kanalen in de ether te vergroten als het aantal opstelpunten, het aantal antennes met zenders, de zogenaamde celgrootte. Het netwerk ATF3 ging vervolgens van start in 1989. Dat werkte in een band 900 MHz die eigenlijk bestemd was voor digitale autotelefonie of zelfs mobiele telefonie zoals we dat nu kennen. Maar op het moment van de invoering was dat in Nederland nog niet beschikbaar. Dat wil zeggen die digitale mobiele telefoons. Het aantal basisstations bij dit netwerk was veel groter dan bij ATF2. Daardoor kon het zendvermogen worden verlaagd en konden frequenties op meer plekken worden hergebruikt. ATF2 en ATF3 konden beide nog gewoon met een scanner worden afgeluisterd. Informatie die niet altijd even duidelijk door de beheerder van die netwerken, PTT, aan de gebruikers werd doorgegeven. Ik heb daarnaast zelf in de handleiding voor het ATF2-netwerk in de tijd zien staan dat het netwerk niet bedoeld was om rijdend te bellen. De beller werd geadviseerd om een parkeerplaats op te zoeken en daar zijn gesprek te voeren. Mogelijk had dat een juridische reden, bijvoorbeeld verkeersveiligheid. De naam ATF4 bestaat officieel niet, maar hij werd door PTT wel gebruikt om de introductie van digitale mobiele telefoons, GSM's zoals het toen gebruikte systeem heette, aan te duiden. De GSM-toestellen waren geen grote vast in de auto gemonteerde toestellen meer. Alhoewel de eerste toestellen tegenwoordig associaties met koelkasten oproepen, waren dit de eerste echt draagbare telefoons. Helemaal klopt dit niet. Een aantal van de latere apparaten van ATF2 en ATF3 kon je ook uit de auto halen en op een accu gebruiken. Bepaald klein en handzaam was dat overigens niet. In tegenstelling tot de netwerken daarvoor kon GSM niet, of in elk geval niet, makkelijk worden afgeluisterd. Aan de autotelefoonnetwerken kwam begin jaren 90 een einde nadat in 1994 GSM werd ingevoerd. ATF1, het eerste autotelefoonnetwerk, werd vervolgens opgeheven in 1995 en ATF2 en ATF3 in 1999. De frequenties van ATF1 zijn sinds 1 januari 2005 in gebruik bij Kerkradio. Dat liep iets anders dan gepland. Voor het onderwerp van vandaag heb ik niet alleen 2 of 3 afleveringen nodig uiteindelijk, maar ook voor de aflevering van vandaag heb ik meer tekst dan eigenlijk de bedoeling was. Verder ben ik een beetje schor, dus ik hoop dat het allemaal lukt. Vandaag dus over radiotechniek, maar wel degelijk begrijpelijk, zonder jargon. Tenminste, dat is de bedoeling. Ik hoop dat het lukt. Tot ongeveer 1990 ging veel van de communicatie via de korte golf. In de jaren voor 1990 werd gaandeweg meer en meer overgeschakeld naar satellietverbindingen. En vanaf 1990 was het niet meer verplicht dat koopvaardijschepen buiten de territoriale wateren een marconist aan boord hadden. Officieel heet zo iemand trouwens een radioofficier. Marconisten communiceerden meest in morse. Ze brachten berichten voor de maatschappijen over en ook privéberichten van de schepelingen. Ze schreven elke dag het nieuws op van het ANP dat door Radio Holland in morse werd uitgezonden. Als een schip een aantal dagen of zelfs weken nergens aanlegde, was er anders geen nieuws aan boord. Naast deze taken hadden de radioofficieren nog hun belangrijkste taak, uitluisteren of er noodoproepen waren. Dit werd ingesteld naar aanleiding van de ramp met de Titanic, krap 10 jaar na die ramp, uit mijn hoofd rond 1920. Vanaf toen tot 1990 was deze verplichting er dus. Na 1990 waren er noodbakens en satellietverbindingen die deze dingen geautomatiseerd overnemen. Er hoeft niemand 's nachts nog voor naar de ontvanger te luisteren. De korte golf was druk in die tijd. Allerlei communicatie over grote afstand vond op die manier plaats. Tussen ambassades, tussen bedrijven en soms ook telefoonverbindingen. Sinds ongeveer 1850 zijn er ook onderzeekabels gekomen en ongeveer 10 jaar later waren die er al tussen Europa en de Verenigde Staten. Vanaf het begin van de vorige eeuw kon daar telefoonverkeer overheen, maar de capaciteit was lange tijd heel beperkt, wat dat soort gesprekken erg duur maakte. Misschien ga ik er volgende keer nog wel eens op die onderzeese kabels in, daar is namelijk echt enorm veel over te vertellen.
De bedoeling van deze bijdrage was eigenlijk vooral om iets uit te leggen over hoe het nu mogelijk is dat je via de korte golf zulke grote afstanden kunt overbruggen. Wat zijn bijvoorbeeld de mechanismen daarachter? Maar ik besef tegelijk dat als ik niet alleen tegen zendamateurs praat, dat ik dit toch ook in een perspectief moet plaatsen om het begrijpelijk te houden. Waarschijnlijk praat ik dus 2 keer over de voortplanting van radiogolven, of misschien zelfs wel 3 keer. Radiogolven gedragen zich op verschillende frequenties in de ether nogal verschillend. Op sommige banden kom je vanwege de bolling van de aarde niet verder dan 60 tot 100 kilometer, afhankelijk van de hoogte van de antennes. Het is vooral de korte golf van ongeveer 3 tot 30 megahertz waar je met relatief bescheiden apparatuuropstellingen enorme afstanden kunt overbruggen. De grootste afstand die je van hieruit kunt overbruggen is Australië en Nieuw-Zeeland, zo'n 24.000 kilometer. Rechtstreeks en zonder de hulp van providers gaat dat. Radioamateurs maken hier nog steeds veel gebruik van en de belangstelling bij een aantal professionals voor de frequenties neemt tegenwoordig ook weer sterk toe. In sommige landen is de korte golf echter nog steeds belangrijk. Het uitgestrekte noordwesten van Australië heeft een bar klimaat. Het is er altijd bloedheet en er valt weinig regen. Het is er om die reden zeer dun bevolkt. Internet kan er alleen via de satelliet, wat relatief duur is. Mobiele netten en vaste telefoons zijn er alleen bij nederzettingen en die zijn meestal hooguit een paar duizend inwoners groot. Er zijn daar ook nauwelijks meer omroepuitzendingen te ontvangen. Een handvol particuliere initiatieven namen voor eigen rekening en deels op hobbybasis de uitzendingen over toen de Australische, zeg maar, wereldomroep 1 jaar of 8 geleden zijn uitzendingen staakte. Voor nagenoeg alle communicatie is men er dus nog op de korte golf aangewezen. En ook kinderen waarvan er weinig zijn, een flink deel van de mensen in de regio werken overigens in de mijnen en wonen elders, maar er zijn ook kinderen en die kinderen die krijgen hun scholing ook op afstand via de korte golfzender. De meeste van die uitzendingen zijn net als bij ons voor 1990 gewoon voor iedereen mee te luisteren. Omdat het gewoon nog veel gebruikt wordt, maakt de Australische Weerdienst nog serieus werk van de voorspellingen hoe de voortplanting van radiogolf in de komende dagen zal verlopen. Tot zover het eerste deel. Ben je nu geïnteresseerd om wat meer kennis over deze materie op te doen? Op de Facebookpagina van Radio Tepot staat een linkje waar je een uitermate goed boekwerkje van slechts 24 pagina's, gemaakt door de Australische Weerdienst, gratis kunt downloaden. Voor wie via internet luistert van Radio Tepot, schrijf je Tepot met 4 letters. T-P-O-T. Nou, het zal wel duidelijk zijn hoe die propagatie werkt, is voor een volgend deel van dat vermoedelijke drieluik. De eerstvolgende over dit onderwerp zal in de komende week te beluisteren zijn. En denk eraan, als je gaat solderen, dat je niet je punt stoot. Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Gisteren kwam ik aan het eigenlijke onderwerp van HF-propagatie eigenlijk niet toe. Vandaag ga ik nog even door op dit onderwerp en ik heb al wat meer voorbereiding nodig. Ik ben bovendien wat laat, dus het moet dit keer zonder fouten. En als die er wel in zitten, dan komen die in de uitzending gewoon mee. Mogelijk is de uitzending ook iets korter. Gisteren kwam ik dus aan het onderwerp niet toe. Het is een technisch onderwerp, maar ik doe mijn best om het op een voor iedereen begrijpelijke manier te vertellen. Ik hoop dat dat lukt, maar het onderwerp is in elk geval erg interessant. De voortplanting van radiogolven tussen 3 en 30 megahertz zijn in hoge mate afhankelijk van wat het zogenaamde ruimteweer doet. Even de indicatie, verkeersvliegtuigen vliegen doorgaans rond 10 kilometer hoog. Op die grote hoogtes en zeker nog hoger zijn de omstandigheden anders dan hier beneden. Om te beginnen wordt het normaal gesproken 1 graad per 100 meter hoger kouder. Dat is iets om aan te denken als je een keer met een zweefvliegtuig meegaat. Lekker voorjaarsweer, 20 graden. Maar als dat vliegtuig 1 kilometer hoog is, is het nog maar 10 graden. Boven ongeveer 3300 meter krijgt een deel van de mensen hoogteziekte. Niet iedereen, niet onder alle omstandigheden, maar hoogteziekte is dodelijk. Dus iemand met hoofdpijn en misselijkheid die pas sinds kort op een dergelijke hoogte is, moet zo snel mogelijk naar beneden om niet te overlijden aan onder andere hersenödeem. Het maakt ook uit of je een langere tijdsduur op die plek bent, want op een gegeven moment ga je eraan wennen, je lichaam gaat accommoderen en dan is het verder helemaal geen probleem meer. Mensen die goed in geoefend zijn of die daar geboren zijn, die hebben geen enkele last van die hoogte. Maar goed, op de Mount Everest kan eigenlijk niemand zonder zuurstof nog echt goed ademen. Dat is toch wel, als je daar langer verblijft, dat overleef je niet. Zo hoog is dat. Ik meen dat die 8 kilometer is, maar helemaal zeker weet ik dat niet. In vliegtuigen worden dan ook speciale maatregelen genomen om de atmosfeer in de cabine leefbaar te houden. Of de piloot en passagiers met een zuurstofmasker van voldoende zuurstof te voorzien. De temperaturen variëren als je nog hoger komt. Maar hoe hoger, hoe minder gasmoleculen er ook zijn. Het International Space Station vliegt zo'n 400 kilometer hoog en die komt nog maar weinig van die moleculen tegen. Toch zijn dat er op 400 kilometer nog zoveel dat het ruimteschip regelmatig met kleine raketmotortjes opgekrikt moet worden om te voorkomen dat hij door die deeltjes zo ver afgeremd wordt dat hij uiteindelijk naar beneden komt. Daar praten we over.
De radiogolven op de korte golf worden door verschillende lagen terug afgebogen naar de aarde. Dat gebeurt door vrije atomen. Ik dacht dat ik verkeerd had opgeschreven. Het zijn atomen. Daardoor worden dus die signalen teruggebogen. En die atomen, dat zijn geïoniseerde deeltjes die door de energie van de zon op die hoogtes vrijkomen. Normaal kom je met een radiogolf niet zoveel verder dan de horizon, tenzij het signaal nog een poosje meebuigt met de aarde, wat golven op sommige frequenties inderdaad doen. Op de korte golf echter komt het signaal tegen zo'n laag aan, van bijvoorbeeld 300 kilometer hoog, en komt dan vervolgens naar 2,5 of 3 kilometer weer omlaag. Het grappige is dat in het gebied waar de golf tegen deze hoge laag aankomt, dat het signaal daar niet te ontvangen is. Dat is pas als hij opnieuw terugkomt. Het is ook mogelijk dat het signaal vanaf die plek opnieuw naar boven gekaatst wordt en dan weer door dezelfde gaslaag of een andere gaslaag in de zogenaamde ionosfeer naar de aarde teruggebogen wordt. Telkens komt er dan zo'n 300 kilometer bij en op die manier kun je bijvoorbeeld ook Australië bereiken. Wel wordt het signaal dan telkens door het heen en weer gekaatst een beetje zwakker. Deze zogenaamde geïoniseerde lagen komen normaal gesproken alleen op bepaalde hoogtes voor. Meestal wordt gesproken over vier lagen, waarbij de derde laag en de vierde soms samen in enkele laag vormen. De laagste daarvan is de D-laag, die gemiddeld op 75 kilometer hoogte ligt. De volgende is de E-laag op gemiddeld 120 kilometer hoogte. Dan de F1-laag op 170 kilometer hoogte. En dan de F2-laag boven de 200 kilometer. Ik zal deze dingen nog een keer herhalen een volgende keer. F1 en F2 combineren soms tot één laag. Het zijn de E-laag en de beide F-lagen die voor de lange afstanden zorgen. Laag D is een beetje een spelbederver. Die zit daaronder en die verpest het een beetje. Want die kaast het signaal niet terug, maar verzwakt het signaal alleen maar. Goed, ik ga je de volgende keer later in de week nog opnieuw op in. En ik begin dan met de zojuist genoemde lagen nog een keer te benoemen. Ja, en haastige spoed is zelden goed. Waar ik twijfelde tussen moleculen en atomen, dan moest het elektronen zijn. Elektronen dus, geïoniseerde elektronen. En denk eraan, als je gaat solderen, dat je de gaatjes goed laat doorvloeien. Ik worstel nog een beetje met de categorieën en de onderwerpen, maar in ieder geval is dit vandaag een bijdrage over humor. Ik heb lange tijd een dagelijkse uitzending gedaan die ook Daily Minutes heette. Dat was op een landelijke zogenaamde repeater van de zendamateurs. Een repeater is doorgaans een hoogopgestelde sterke zender met daaraan gekoppeld een ontvanger. Daarmee kun je dus met je zender een veel groter bereik halen. Het was niet de eerste Daily Minutes die van mij kwam. 2 jaar daarvoor had ik al een podcast gedaan onder diezelfde naam. Nogal experimenteel, half serieus. Maar zoiets helpt je vaak wel verder, zo'n experiment. Hoe dan ook, de uitzending op de repeater heeft meerdere jaren gelopen. In totaal zo'n 2200 afleveringen, echt. Het leek daarbij leuk om ook humor erbij te betrekken. Binnen de techneutenwereld is humor niet zo heel gebruikelijk. Ik werkte ooit voor een tijdschrift en daar hebben we een paar jaar lang een stripverhaal gehad. Maar dat was iemand die niet uit de zendamateurgemeenschap kwam. Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik denk dat die eerste humor in het kader van een andere uitzending was, die wekelijks was, ook op een amateur repeater. De bedoeling was eigenlijk dat het er maar eentje zou zijn. Nee, dat zeg ik niet goed. Het was nooit de bedoeling dat het er meerdere zouden zijn. Het spotje ging over een nogal malafide verzonnen webshop genaamd Wokka Wokka. Die naam had ik gejat van iets waar ik in het begin van de computertijd ontzettend om heb moeten lachen. Dat was op de Apple II-kloon die ik een aantal jaren als computer heb gebruikt. Geheel zelf gebouwd overigens, die computer, naar aanleiding van een bouwpakket. Ik had hem niet ontworpen, maar dat is een verhaal apart waar ik misschien nog wel eens op zal ingaan. Voor die Apple kwam ik op een ruilbeurs van software die ik mede zelf georganiseerd had in het bezit van een programma Fools Basic. Als je dat draaide leek het alsof je normaal je Basic interpreter had, zoals het hoorde. Alleen gehoorzaamde de computer in veel gevallen helemaal niet. Die deed ondeugende dingen als zeggen doe het maar zelf en in plaats van de instructie gewoon niet uit te voeren. Soms ging dat meerdere instructies achter elkaar door en bij de derde keer proberen was er dan de tekst Wokka Wokka. Ik vond dat hilarisch, vandaar dat ik die naam heb hergebruikt. Mijn Wokka Wokka, dat wil zeggen de verzonnen malafide webshop, zond geregeld reclamespotjes in mijn uitzending uit die ze zelf stevast nieuwsbericht noemde, waarbij de spreker, meestal ondergetekende, zich daar in eerste instantie bij versprak. Wokka Wokka noemde zichzelf een uiterst klantvriendelijk bedrijf. Hoe kon het ook anders? Ze hadden als service aan de klanten zelfs een afdeling klantbelediging voor het oplossen van problemen. Uiteindelijk is er ook een webshop van het bedrijf gekomen met een prachtige domeinnaam www.agentschaptele.com. Die webshop, heel eenvoudig, bestaat nog steeds. Ik heb al een keer wat van Wokka Wokka laten horen. Ik dacht in een van de Omnibus-uitzendingen. Ik ben van plan als het lukt, het is bij mij in hoge mate afhankelijk van inspiratie, om opnieuw geregeld wat met humor te doen.
Dat is experimenteel. Soms vind ik zelf dingen echt hilarisch, maar krijg ik er de handen niet voor op elkaar. Wees wat dat betreft dus een beetje geduldig en begripvol. Er komen ook juweeltjes uit. Een tweede komische rubriek, daar heb ik bij deze bijdrage al wat meer van gebruikt. Die rubriek, in eerste instantie had hij geen naam, maar die is gaandeweg de stemmetjes gaan heten. De grapjes over solderen aan het einde van sommige bijdragen, die zijn voorbeelden van de stemmetjes. Voor een deel bestaan ze uit twee gesprekken, in het verleden ook meestal over de zendamateurhobby, tussen twee zeg maar akoestische stripfiguurtjes. De stemmetjes komen overigens uit de computer. Als het lukt komen er in de toekomst meerdere van voorbij. Ik ga ook meerdere van de eerder gemaakte nog een keer in deze bijdrage gebruiken. Net wel die eerder gemaakte die zijn voor een veel beperkter publiek bestemd, namelijk de zendamateurs. De nieuwe die ik wil maken passen bij de onderwerpen en de doelgroep van het huidige Daily Minutes Popular Science. Als het lukt hoor. Volgt nu nog een tweegesprekje van de stemmetjes en daarna een van de reclamespotjes van Wokka Wokka. Woon jij al lang in de Havermoutstraat? Hoe kom je erbij? Ik woon niet in de Havermoutstraat. Ik woon op het cornflakespad. Oké. En waar woon jij dan? Ja, in de milkshakebuurt. Op het banaan met ananaspad. Nog problemen met plaatsen van antennes daar? Helemaal niet. Ik heb de antennemast wit met een rode spiraalbies geschilderd. En er zit bovenaan een knik in. Tegen de buren heb ik gezegd dat het een rietje is. Let op! Let op! En dan komt nu weer een nieuwsbericht, en dat heus echt geen reclame is. Gezien op de dag voor de radioamateur, maakt nu je YL of XYL blij met de nieuwste innovatie van de wetenschappers van Wokka Wokka. Nieuw van Wokka Wokka, de Powerpoof, de 500 watt eindtrap die je ook als zitmeubel kunt gebruiken. De Powerpoof is een solide korte golf eindtrap die wel een fikse misaanpassing aan kan. Uitgevoerd met soepel kalfsleer in de vorm van een trendy poef om op te zitten. Nooit meer een koude kont, want als er geen konttest is, wat een toepasselijk woord trouwens, dan kunnen de powerfuts van de poef ook gewoon zonder hoogfrequent warmte genereren. Er hebben reeds 30 mensen ingetekend voor de poef waarvan de buitenkant handgemaakt is, want die worden gemaakt door vaardige vingers van brave huismoeders in een of ander derde wereldland, zodat die er ook nog een centje aan verdienen. Prijs voor de powerpoef is slechts €3200 ex BTW en lichtnetsnoer. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Er gaat ook bij het inspreken van deze uitzendingen wel eens wat mis. Dat levert geweldige bloepers op. Die moet je spaarzaam gebruiken, want te veel daarvan is niet leuk. Maar soms is het wel lachen. Leedvermaak. De nieuwe die ik wil maken, die passen bij de onderwerpen en de doelgroep van de De nieuwe die ik wil maken, passen bij de onderwerpen en de doelgroep van de huidige Daily Minutes Science. De nieuwe die ik wil maken, passen bij de onderwerpen en de doelgroep van het huidige Daily Minutes Science. De nieuwe die ik wil maken, passen bij de onderwerpen en de doelgroep van het huidige Daily Minutes. Nou toch. De nieuwe die ik... Nou, dit wordt niks. De nieuwe die ik wil maken... passen... Ja, nu kan ik mijn toon ook niet vinden. Het houdt echt op. De nieuwe die ik wil maken passen bij de onderwerpen en de doelgroep van het huidige Daily Minutes Popular Science. Grote god. De nieuwe die ik wil maken... Nou, nu zit ik nog te lachen ook terwijl het hoorbaar is. Nou, dit komt niet meer goed. Let wel, die zijn voor een... voor een veel beperkter publiek bestemd, namelijk zendamateurs. De nieuwe die ik wil maken passen bij de onderwerpen en de doelgroep van het huidige Daily Minutes Popular Science. Als het lukt hoor, als het lukt. Katten als huisdier, oftewel de huiskat. Lang werd gedacht dat de domesticatie van katten in het oude Egypte begon. Wetenschappers nemen nu aan dat katten in het gebied van Noord-Afrika tot aan de Arabische staten, aangetrokken door muizen en andere knaagdieren die zich te goed deden aan door mensen verbouwde gewassen, zich in de buurt van de plaatsen waar mensen zich ophielden vestigden en dat ze zo door boeren in de tijd van zo'n 7 à 8000 jaar voor Christus tam werden gemaakt. Deze band tussen met name boeren en deze dieren hield vele duizenden jaren stand. Naarmate de landbouw zich steeds verder uitbreidde, breidde ook het tam maken van katten zich uit. Al die tijd vond er nog steeds uitgebreid geen uitwisseling plaats tussen de populaties tamme en wilde katten, iets wat nu niet meer gangbaar is en in landen als Nederland zelfs verboden is. In tegenstelling tot met name honden is bij het fokken met katten nooit op gedrag gefokt, alleen op uiterlijke kenmerken. Katten, behalve misschien naaktkatten die zonder zonnebrand en zonder haren snel door de zon verbranden, kunnen zich als wilde kat ook prima redden, ook als ze lange tijd als huisdier hebben doorgebracht. Behalve kleur en een paar uiterlijke kenmerken is de bouw van de meeste katten niet noemenswaardig anders dan bij wilde katten. Het bewust fokken van kattenrassen stamt uit de 19e eeuw, hoewel er oudere kattenrassen zijn, zoals bijvoorbeeld de Noorse boskat, het oudste kattenras dat er is en voorvader van de bekendere Maine Coon.
Katten als huisdier zijn echt enorm populair. Waarschijnlijk zijn er wereldwijd meer dan 600 of 700 miljoen katten die als huisdier worden gehouden. In de relatie met mensen worden katten als ongevaarlijk gezien, in tegenstelling tot sommige honden. Toch belanden er in de VS ongeveer 400.000 mensen jaarlijks op de eerste hulp na een agressieve beet van een kat. In de meeste gevallen was dat nadat de katten getreiterd werden of in het nauw gebracht. Er bestaat verschil van mening over of je een kat beter naar buiten kunt laten gaan of binnenhouden of niet. Met name onder deskundigen in de VS wordt daar heel anders over gedacht dan hier. Veel experts in de VS vinden het dieronvriendelijk om een kat de vrijheid te geven om naar buiten te gaan, terwijl men daar hier veel ruimdenkender over is. De levensduur van katten die geheel binnen verblijven of buiten verschilt verder vrij sterk. Katten van 10 jaar kunnen als bejaard worden beschouwd. Huiskatten overlijden meestal 11 tot 14 jaar oud. De oudste Nederlandse kat was ooit 28 jaar oud. De oudste kat ter wereld 38 jaar en 3 dagen. Verder leven fruitjes langer dan katers en heeft sterilisatie of castratie een positieve invloed op de gemiddelde levensduur. Een factor die de levensduur flink vermindert is obesitas of ondervoed zijn van katten. Binnenkatten leven langer dan buitenkatten. Er zit meer dan 10 jaar verschil in de levensduur tussen katten die uitsluitend binnenleven en katten die uitsluitend buiten leven. De eerste, volledig binnen dus, worden 15 tot 17 jaar oud en een kat die alleen buiten komt slechts 2 tot 5 jaar, waarbij belangrijke factoren zijn het risico op letsel, parasieten, vergiftiging en overdraagbare kattenziekten. Katten die alleen overdag buiten komen leven gemiddeld 2 tot 3 jaar korter dan katten die altijd binnen zijn. Belangrijk bij binnenkatten zijn het hebben van voldoende uitdagingen en voldoende beweging. De levensduur van katten in een afgesloten tuin verschilt niet zo heel veel van katten die permanent binnen doorbrengen. Bij raskatten verschilt de levensduur. Er zijn landen waar raskatten korter leven dan niet-raskatten en ook andersom. In de VS leven raskatten bijvoorbeeld langer en in de UK juist korter. Ook maakt het uit om wat voor ras het gaat. Van invloed is daarbij inteeltproblematiek die bij bepaalde rassen aanwezig is. Notabene, deze tekst is geheel geschreven door ondergetekende, maar leunt zwaar op de informatie over dit onderwerp op Wikipedia. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot, die uitzendt vanuit Gasselte-Nijveen op 918 kHz.